Je hebt een gevaarlijke asbestose verzwegen en er een bronchuscarcinoom van gemaakt, alleen om een garagehouder te dekken. In beide gevallen was de patiënt in nood opgeschreven. Juist, en omdat je er zo over denkt, eis ik dat je met onmiddellijke ingang ontslag neemt. Luister Jan, je hebt helemaal gelijk dat je dit niet zomaar laat passeren. Ik heb een hele grote fout gemaakt. Nou, dat zie ik zelf nu ook wel in. Wil je me daarom niet nog een kans geven? Ik geloof dat je bent vergeten dat met die injectie bij Sonja de maat al lang vol was. Nogmaals, ik wist niet dat hij fataal was. Ik heb jou lang genoeg de hand boven het hoofd gehouden. Weet jij wat dit voor mij betekent? Ja, dat je iets anders zult moeten gaan zoeken. Ja, wat? Misschien heeft Bartels nog een automonteur nodig. Nee, we serieus. Ik ben verdomd serieus. Als jij nog ergens als internist gaat werken, zal ik ervoor zorgen dat jij officieel je bevoegdheid verliest. Ik geef je nu nog de mogelijkheid je die blamage te besparen. Ik wil je nooit meer in een witte jas zien. Moet ik tegen Tik zeggen? Nou, jij kunt heel goed liegen, dus je verzint maar wat. Over een uur is de stafvergadering. Dat zijn al je patiënten? Meneer, beste meemaker. Angineuze klachten. Wat is uw naam? Blok. Wat scheelt er aan, meneer Blok? Pijn in mijn borst. Ik stik haast. Roep dokter Berghoff even. Maak het in de ECG en 5 milligram morfine. Ja. Wat voor werk doet u, meneer Blok? Supermarkt, directeur. Wat is er precies gebeurd? Ik ben flauwgevallen. Ik stik haast. Op het werk? Ik was bij een zakenrelatie. Pijn in de borst, flauwgevallen en heeft het gevoel dat hij stikt. Dan maken we gelijk een angiogram. Dokter, wat heb ik? We gaan uw hart onderzoeken. Heeft u morfine? Ja, 5 milligram. Moeten we iemand waarschuwen? Ja. Mevrouw, ze is op de zaak. Borstok. Dokter, ga ik dood? Ik moet zeggen dat jullie het vertrek van Victor goed hebben opgevangen. Dankjewel. Het moet een prettig gevoel zijn dat er in alle rust naar een nieuwe internist gezocht kan worden. We houden de plaats van Victor open. Ik zou er niet op rekenen dat hij nog terugkomt. Ja, dan heb ik nog een mededeling die voor jullie van belang is. Ik stop met werken. Ik neem ontslag. Ontslag? En waarom is dat? Daar wil ik liever niet op ingaan. Dat is persoonlijk. En wanneer gaat dat gebeuren? Nu meteen. Meteen? Nou, je kunt toch op zijn minst wachten totdat er een vervanger gevonden is. Helaas niet, het spijt me. Dan wil ik ook weten wat er aan de hand is. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het werk als internist me geen bevrediging meer geeft. Ga je een andere specialisatie doen? Nee, ik geef het beroep helemaal op. Waar komt dit ineens vandaan? Ga je bij je vader in de zaak? Misschien. Je zit toch in Zuid-Afrika? Ja. Jan. Dit is toch absurd? Als ik het zo hoor, is Erik vastbesloten. Ik denk dat ik Vera nooit meer terug zie, Reini. Volgende week wordt het recherche-team ontbonden. Waarom? Ze weten niet meer waar ze moeten zoeken. Ze hebben geen enkele aanwijzing meer. Wil jij wat drinken, Reini?
Nee, dank je. Ze kan niet meer in leven zijn, anders hadden ze er wel gevonden. Ik zal het moeten accepteren, maar hoe kan ik dat nou? Ik weet niet hoe het verder moet zonder Vera. Waarom houdt Erik er voor goed mee op? Weet ik niet. Moet je aan hem vragen. Zo vanavond is vroeg naar bed gaan. Marielle heeft een gynaecoloog voor me gevonden, voor een second opinion. Oh, dat is goed. Wat er ook uitkomt. Het maakt mij niet uit of we samen wel of niet kinderen kunnen krijgen. Weet je dat zeker? Ja. Ik heb jou, ik heb Christian. Daar ben ik heel gelukkig mee. We hebben toch een leuk gezin zo. Je weet dat het voor mij anders is. Ik hou zielsveel van Christian, maar... Het is niet mijn kind. Ingrid, moet je eens luisteren. De kans is groot dat je geen kinderen kunt krijgen. Daar moet je een keer vrede mee hebben. Wil je dat proberen? Alles staat erin. Met dit contract kan ik leven. Dat klinkt niet erg positief. Je wilt toch wel aan MCW werken? Waar moet ik tekenen? Oh, hier. Je krijgt hem helemaal. Wat schrijf je dan allemaal? Mijn naam. Baron A.J. Hoekstra van Walgraven. Waar komt hij vandaan? Mijn familie had vroeger het landgoed Walgraven in Overijssel. De Hoekstra's van Walgraven. Chic. En is het nog in de familie? Helaas niet. Maar er komt verandering in. Ik ga het terugkopen. Hm. Heb je daar het geld voor? Snij nooit bij elkaar, hoor. Dat moet je niet zeggen. Niet in MCW. Daarom wil ik ook een particuliere kliniek beginnen. Waarom zou je? Je bent een uitstekend chirurg. Je houdt van je vak. En waarom zou je zakenman worden? Moet ergens vandaan komen. Voel jij niet iets voor een particuliere kliniek? Ik zou je misschien best kunnen helpen. Maar aan mij heb je niet veel. Verder dan 2 ton kom ik niet. Ach, Lisa, mag ik je even voorstellen aan een nieuwe collega van je? Arend-Jan Hoekstra. Arend-Jan Hoekstra van Walgraven. Niet zo met hem. Jij wilde part-time werken? Ja, ik heb een baby thuis. Dat kan niet op chirurgie. Daar werk je 150%. Nou, 100 lijkt me voldoende. Ik werk weer fulltime. Hou je van Verdi? Nee, waarom? Jammer voor je. Meneer Blok, u heeft een verstopping in de grote kransslagader. En over een paar dagen gaan we u dotteren. Een hartoperatie? Nou, dat is een vrij lichte ingreep. We gaan die slagader weer openmaken. Blijf ik nu voor altijd hartpatiënt? Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Maar u moet het wel zien als een ernstige waarschuwing. En u moet zichzelf wel in acht nemen. Ja, natuurlijk. Als ik daarmee in je leven blijf. Zegt u maar wat ik moet doen? Nou, vooral anders leven, denk ik. Niet roken? Ik rook niet. Mooi zo. En gezonder leven en veel lichaamsbeweging. Wat is er gebeurd? Het valt gelukkig nogal mee. Mijn kransslagader is een beetje verstopt. Marjan Blok. Dag, of? Ja, Marjan Blok, als het nieuw is. Hij werkt ook veel te hard. Ach, wel nee. Houdt geen mens vol. Van werken ga je niet dood. Op zich niet, nee. Maar als dat werk veel spanning meebrengt... en dan zijn er ook nog andere risicofactoren. Zie je wel. Hou nou toch op. Zit er niet zo te zeuren. Kijk, dokter, hiervan raak ik nou in de stress. Naast spanningen kunnen negatieve emoties ook van invloed zijn. Op de conditie van uw hart, hè? Nou, dat is wel een zeer persoonlijke opvatting van dokter Meeuwis. Maar meneer Blok... Wij zullen proberen u van uw klachten af te helpen. En de rest moet u zelf doen. Gezonder leven, meer bewegen
En vooral geen spanningen. Ja, dokter. Ik kom morgen nog even bij u langs. Waarom geloof je het pas als je het van een dokter hoort? Ik heb jullie dingen al zo vaak gezegd. Ja, je zegt zoveel. Je zit de hele dag al aan mijn kop te zeuren. Reinie? Ja? Al mijn afspraken met patiënten worden door mijn collega's overgenomen. Mag u even voorstellen aan de nieuwe chirurg, Arend-Jan Hoekstra. Reinie. Hermans. Arend-Jan Hoekstra van Walgraven. Guus Tolhuis. Hallo. Anke Vermeer. Anke Vermeer, ja. Dag. En Erik Koning. Arend-Jan Hoekstra van Walgraven. Internist. Niet meer. Hoezo niet meer? Ik heb ontslag genomen. Maak je een grapje? Nee, ik ben serieus. Dan kom straks even in mijn kamer, als je wilt, ja? Ik bel je wel. Goed, zullen wij verder gaan? Mogen wij ook weten waarom je ineens vertrekt? Ik zie niet meer zoveel in mijn vak. Was daar maar eerder achter gekomen. Fijn dat het zo goed met je gaat. Heb ik aan Ingrid te danken. Zij heeft mijn leven gered. Het is mijn werk. Als jij je werk niet zo goed had gedaan, had ik die bloeding niet overleefd. Ik ben blij dat ze je meteen geopereerd hebben. Is er al iets bekend over de oorzaak? Ben ik een desdochter? Dat weten we nog niet. Het zou me niet verbazen. Maar de kans is groot als mijn moeder ook des heeft gebruikt vroeger. Dat is een kans, ja. Morgen gaan wij naar het desactiecentrum en dan horen we meer. Wil je nog steeds tegen die fabrikanten procederen? Zou jij niet doen dan? Je hoeft voor mij niet op te scheppen. Eet dan alleen vlees. Biefstuk is goed voor je. Ik ben het daar niet mee eens. Wat kan mij het nou schelen of jij het er mee eens bent of niet? Ik zeg toch dat ik dit eten niet wil? Nou. Ga nou weg als je het hier niet uithoudt! Wat is dat nou voor onzin? Ik wil niet dat je voor me zorgt. Ik kan daar niet tegen. Ik zal wel niet genoeg van je houden. Laten we het nog niet over ons hebben. Ik ben bij je en ik blijf bij je. We moeten er samen doorheen, nou. Samen? Samen? Wat nou samen? Ik ben gek van je, heb je dat dan niet door? Ja, ik begrijp het. Nou, ik niet! Ik loop jou de hele dag uit te kaffen, terwijl je de enige bent die ik nog heb. Maar ik ben het ook die Vera kwijt is geraakt. Dat verwijt jij mij. En terecht. Het heeft toch geen zin? Je hebt het toch niet expres gedaan? Nee. Waarom geef ik jou dan de schuld? Omdat er niemand anders is die je de schuld kan geven. Waarom moet je mij terechtwijzen in het bijzijn van de familie Blok? Omdat ik niet van die flauwekul hou. Negatieve emotie komt naartoe. Nou, een hartinfarct kan een kramp zijn die veroorzaakt wordt door gebrek aan liefde. Ach, het klassieke gebroken hart? Nou, dat is heel romantisch hoor, maar volkomen onrealistisch. Nee hoor, zeker niet als er nog andere spanningen bij komen. Het gaat om een combinatie van risicofactoren.
En hartkwalen die kunnen te maken hebben met de manier waarop iemand leeft. Eigen schuld dus? Nee. Ik heb het niet over eigen schuld. Maar jij zegt toch ook tegen meneer Blok dat hij niet moet roken en dat hij gezonder moet leven? Nou en op. En zeker als ik kijk naar de uitslag van zijn cholesterol. 7,4 millimol per liter. Hij moet dus op dieet. Zorg jij ervoor? Ja hoor. Maar je kunt toch niet ontkennen dat psychosociale factoren van invloed kunnen zijn? Zeg, dat zal wel, maar ik kan er niks mee. En wetenschappelijk is het nooit aangetoond. Psychische spanning kan een verkramping van de spieren veroorzaken. In de rug bijvoorbeeld. Ja. En als dat te lang duurt, dan krijg je rugklachten. Waar of niet? Ja. Nou, het hart is ook een spier. En als die onder spanning komt te staan, dan... Zeg, ga jij een cardioloog vertellen wat een hart is? Ja. Nou, eerst die neusseptumcorrectie. Kom ik wel van dit nasale geluid af, dokter? Jazeker. Anders zou je niet geopereerd worden. En wat nog veel belangrijker is, je zult veel vrijer kunnen ademhalen. Heeft u nog met de plastisch chirurg gesproken over een borstvergroting? Dat is een volgende fase. Eerst je neus. Ik ben bang voor de operatie. Dat hoeft niet, hoor. Het is een kleine ingreep. En met het resultaat zou je heel blij zijn. Waarom zei u eigenlijk dat ik er voor mijn andere klachten ook iets aan zou hebben? Als wij iets kunnen doen aan de uiterlijke factoren die jou onzeker maken, scheelt dat weer wat. Dan kom ik dus van die onzekerheid af. Niet zomaar. Hoe is het met Ingrid? Lichamelijk goed. Ik kan alleen niet accepteren dat ze geen kinderen meer kan krijgen. Ze wil nu een second opinion. Ik hoop eigenlijk dat die ook negatief uitvalt. Waarom? De kans dat ze nog zwanger wordt is minimaal. Dat laatste sprankje hoop gaat ze zich helemaal vastklampen. Dat gaat de rest van ons leven beheersen. Als dat weer mislukt... ze komt niet meer over die teleurstelling heen. Heb jij het al geaccepteerd? Ja. Ik had heel graag kinderen met Ingrid willen hebben, maar... dan wel op een normale manier. Heb je het haar ook verteld dat je het net zo erg vindt als zij? Ja, weet je, ik probeer het zo min mogelijk over te hebben. Ik wil er niet steeds mee confronteren. Kun je je verdriet niet met haar delen? Ze moet het eerst zelf accepteren. Goedemiddag. Mevrouw Zijp, Hoekstra. U wilt een neusseptumcorrectie? Zegt u eens wat? Ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, dit is wel duidelijk. Eventjes kijken. Ja, dat redden we wel zonder plastische toestanden. Mooi, dat gaan we voor u in orde maken. Kan ik ook eens met u praten over een borstvergroting, dokter? Vindt u ze te klein? Laat eens zien. Niets mis mee. Menig vrouw zou er trots op zijn. Maar ik wil het zo graag, dokter. Waarom? Ze zien er piekfijn uit. Of wil uw man het soms? Ik heb geen man. Oh. Ja, als u hier niet tevreden mee bent, dan moet u niet bij mij zijn, maar bij de psychiater. Ik ben al bij een psycholoog. En zegt hij dat ze niet groot genoeg zijn. Waarom doet u zo onbeschoft tegen mij? Ik doe niet onbeschoft, mevrouw Zijp. Ik ben eerlijk.
Ik zie je morgen in de OK. Meneer Blok. Ik ben het diëtiste, Maartje. Aangenaam. Hoe voelt u zich? Gaat wel. Ik moet op dieet, hè? Ja. Uw cholesterolgehalte moet naar beneden. En daarvoor gaan we uw voedingspatroon veranderen. Ik ben in geen jaren in de snackbar geweest. Het gaat niet alleen om snacks, meneer Blok. Ook gewone voedingsmiddelen kunnen een hoog cholesterolgehalte bevorderen. Maar kijk, hier heb ik alvast wat tips voor u. Volle melk, vol vette kaas, koffiecremer, worst, koeken, margarine, allemaal vet. Weet u wel dat mijn zaak daar vol mee staat? Heeft de supermarkt, hè? Ja. Ik bezorg mijn klanten dus hartinfarcten. Nee hoor, het zit vooral in de variatie van de voeding en de afwisseling met magere en halfvolle soorten. Zo, ik ga weer wat bloed afnemen. Alweer? Ja, dat doen we altijd 3 keer. Het cholesterolgehalte in je bloed kan nogal variëren. Net als de bloeddruk. Ik zou graag nog een keertje willen praten met uw vrouw erbij. Kan dat? Nou, ze zal het helemaal met u eens zijn. Ik neem aan dat uw vrouw zich bezighoudt met het dagelijks eten. Ja, altijd. Nou, goed. Maak met haar een afspraak. Kan ze ook overstappen op gezonde voeding. Krijgen we dat? Ook nog gedoe over het eten. Wat voor gedoe? Met uw vrouw? Ja. En ze weet al alles beter. Is niet zo goed bij je thuis. Ze is 26 jaar getrouwd. Maar Jan werkt ook nog in de zaak, dus u begrijpt. We zitten elke dag op elkaars lip. Ja. Dan heb je wel eens woorden, hè? Dat is nogal logisch. Komt dat vaak voor? Wat? Illusies? Mm-hmm. Waarom wilt u dat weten? Nou, hartklachten kunnen nogal samenhangen met negatieve gevoelens. Patiënten herstellen zich langzamer als ze zich niet gelukkig voelen. Huh? Is Mulder er niet? Nee, nog niet. Moet die muziek aanblijven? Ja, Ferry inspireert me. Mevrouw Seip heeft bij de hoofdverpleegkundige geklaagd over je gedrag gisteren. Over mijn gedrag? Ja, ze vond het intimiderend en seksistisch. Jij was erbij. Ze begon zelf over de borsten. Had ik moeten zeggen dat ze opgepompt moesten worden. Hé, Fred. Wat vind jij? Zijn die te klein? Is er niets verkeerds aan? Nee. Dat heb ik er gezegd, dat is alles. Waarvoor is ze eigenlijk onder behandeling? Vaginisme. Dat komt niet van te kleine borsten. Dat komt doordat ze een kronkel in de kop heeft. Dit hoort ze allemaal. Straks dient ze een klacht in wegens ongewenste intimiteit, omdat ik met mijn vingers in de neus zit. Ja, ik weet het niet. Misschien is dat ook seksistisch. Ze zal wat aan die paardenkop moeten veranderen in plaats van de borsten. Hou je een beetje in, Wil. Je hebt het over patiënten. Ja, je hebt gelijk. Het is toch een hopeloos geval. Ik wil u nog iets vragen. Ja, komt u verder. Over dat dotteren. Mijn man doet daar zo luchtig over. Is dat echt niet gevaarlijk? Nee hoor, helemaal niet. Dat is een ingreep die we dagelijks doen. Oh, gelukkig. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Ik was zo bang dat ik Rijn zou kwijtraken. We hebben wel altijd ruzie, maar het is toch mijn man. Gaat u zitten. U werkt in hetzelfde bedrijf, hè? Ja, sinds de kinderen het huis uit zijn. En u vindt het niet vervelend dat uw man uw baas is? Ah, nee, dat is niet erg. Het is meer dat we elkaar altijd in de haren zitten. Op het werk? Ja, eigenlijk altijd. Je neemt het werk mee naar huis.
Maar gelukkig doet Rijn meestal 's avonds de boekhouding. Maar onderneemt u nooit eens samen iets? Naar theater of in de film? Met Rijn? Oh, nee. We hebben niets meer samen. Helemaal niets meer. Oh, dat hoeft voor Rijn al lang niet meer. Maar dat is ook niet zo gek als je al zo lang bij elkaar bent. Ik zal eens aan uw man vragen om met z'n drietjes te praten. Daar moet hij niets van hebben. Ik heb altijd een hele goede band met mijn moeder gehad. Maar sinds ik weet dat ik deslachtoffer ben, is die verhouding bekoeld. Ik verwijt haar dat zij niets gezegd heeft en zij weet zich geen raad meer met de schuldgevoelens. Ik zou graag een proces willen beginnen. Tot nu toe is alles verloren, hè, Ingrid? Omdat er niet bewezen kon worden dat een bepaalde fabrikant het middel heeft geleverd. Daar heb ik Ingrid al op gewezen. Dat is voor mij geen reden om het niet nog eens te proberen. Die fabrikanten zijn schuldig en die moeten er een keer voor opdraaien. Heb je enig bewijs? Daar zorgt mijn vader voor. Hij is arts. Hij heeft destijds dat middel aan mijn moeder voorgeschreven. Heeft hij de dossiers nog? Ik hoop het. Zo, mevrouw Zijp, weer wakker? Nou, alles is prima verlopen. Als de pijn te erg wordt, krijgt u van de verpleging een pilletje. U zult uw stem niet herkennen. Overigens, in de OK hadden ze geen enkele aanmerking op uw borsten. Sterkte. Ik zie u morgen. Zo, mevrouw Westerlaken. Even naar mijn werk kijken. U wilde nog iets vragen? Wanneer mag de pleister eraf? Of een paar dagen. Het moet eerst goed genezen. Sterkte. Hoe ben je eigenlijk toegekomen om seksuoloog te worden? Het was een keuzevak. Na medicijnen ben ik psychologie gaan studeren. En ik denk dat seksuoloogie me zo aantrekt omdat er nog steeds een taboe bestaat rond dat onderwerp. Zal altijd wel zo blijven? Als het aan mij ligt, niet. Het lijkt mij een moeilijk vak in ieder geval. Heb je er wel eens last van dat je zwart bent? Er zijn patiënten die er moeite mee hebben. Ook met het feit dat ik vrouw ben trouwens. Als ze er niet aan kunnen wennen, verwijs ik ze door. En word je dan niet razend van? Ach, ik ben wel wat gewend. Hoe gaat het nu met Jan en jou? Ik weet het niet. Voor mij is er een heleboel veranderd. In het algemeen of op seksuologisch gebied? Kijk, een gratis consult? Nee, weet je, sinds mijn operatie gaat het gewoon niet meer zoals vroeger. Het lijkt wel of ik niet meer durf. Hoe kwam dat, denk je? Ik heb een paar balletjes gehakt voor je gemaakt om aan te sterken. Is dat mager runder gehakt? Nee, gewoon half om half. Ja, dat mag ik dus niet hebben. Dat is veel te vet. Zo gaat mijn cholesterol nooit naar beneden. Ja, hier staat het allemaal in. Mag je dit wel, of staat dat niet in je folder? Nou, er zit in ieder geval meer vitamine C in dan ingehakt. Op de zaak gaan we ook andere dingen verkopen. We schakelen helemaal over op gezond voedsel. Ik wil een hele aparte straat met gezondheidsartikelen. En die vette zooi die gaat er allemaal uit. Omdat jij het aan je hart hebt. Nee, om mijn klanten deze ellende te besparen. Dat meen je toch niet, hè? Dan gaan ze naar een ander, ze lopen weg. Nou, dat moet dan maar. Dat moet dan maar. Ja. Mensen kopen toch wat ze zelf willen, niet wat jij wilt. Zij hoeven niet op dieet. Dit dieet is gezond. De helft van wat wij op onze schappen hebben liggen is ongezond. Daar heb je niks aan. Die dokter Mewes wil nog samen met ons praten. Ja, dat zei ze, ja. Waarom is dat? Ruzie is slecht voor mijn hart, zegt ze. Nou, dan kom jij nooit van die klacht af. Wat mag jij zeggen? Ik heb het niet aan mijn hart. Nee, nog niet. Jij verandert ook nooit, hè? Jawel dan. Goed, dat was Van den Berg. Wie is de volgende? Meneer Van der Wal. Meneer Van der Wal. Oh ja. Mag ik even? Tuurlijk. Ik moet even bij jullie zitten. Ik word thuis gewoon gek. Is Robin weer aan het werk? Ja, die heeft een schoolconcert vandaag.
Maar misschien moet jij ook maar weer wat gaan werken voor de afleiding, Nel. Mijn hoofd staat er helemaal niet naar. Reinie, ik zit ook nog met iets. Ja, wat dan? Robin en Henk Simons willen dat ik morgen Jaap opbel, want dan is hij terug van vakantie. Ik durf het niet. Hij zou razend op me worden. Ik heb altijd tegengehouden dat Vera naar Amerika met vakantie ging. Maar kwaad zal hij altijd zijn, Nel. Wanneer je het hem ook vertelt. Ja? Hé, hey, Trudy. Ben je alweer op? Ga zitten. Hoe voel je je? Niet best, om eerlijk te zijn. Je zult nog wel een paar weken met een gezwollen neus rondlopen, maar als dat helemaal voorbij is, zul je zien. En dan zijn wij ook weer een stuk verder. Ik wil eigenlijk met de therapie stoppen. Oh ja? Waarom? Het heeft toch allemaal geen zin? Hoe kom je daar nou bij? Het ging toch steeds beter met je? Ik vind van niet. Nou, de scheiding van je vriend heb je ook geaccepteerd. Terwijl je eerst dacht dat je er nooit overheen zou komen. Ja, maar je kunt mij niet veranderen. Ik ben nou eenmaal zo. Nee, ik kan je niet veranderen. En dat wil ik ook niet, als jij niet wil. Maar je hoeft niet zo door te gaan. Vergeet dat niet. Ik denk dat ik mijn angst voor mannen altijd wel zal houden. Waarom denk je dat toch? Met zo'n paardenkop. Waar heb je het nu weer over? Ik ben een hopeloos geval. Als u niet ontbijt, meneer Blok, dan grijpt u in de loop van de ochtend naar een gevulde koek. Zo vroeg krijg ik nog geen hap door mijn keel. Nou, dan probeert hij eens een keertje met magere yoghurt en muesli. Dat is helemaal lekker met sinaasappelsappel verse vruchten. Dat is mij veel te veel werk. Als uw vrouw eens lief aankijkt. Kan hij niet. En s'avonds kunt u vlees van hun dan afwisselen met vis. Zit er in vis minder vet? Sommige soorten vis bevatten minder verzadigde vetzuren. Kom ik dan ook van mijn buik af als ik dat doe? Als u niet gaat bewegen. Hij was er net zo trots op. Hoe kom je daar nou bij? Hoe bereidt u het vlees, mevrouw Blok? Gewoon, ik bak het in braadvet. Dan krijgt u veel vet binnen. Kijk, het is veel beter om uw vlees in olie te bakken of in een anti-aanbakpan. Hij heeft het dus aan zijn hart omdat ik niet goed kok. Nee hoor, dat zeg ik niet. U kookt zoals u het vroeger heeft geleerd. Maar de tijden zijn veranderd, we weten nu veel meer. Je hebt toch nooit op vet gelet? Jij dan wel? Je at het toch altijd op? Nou, hoe vetter, hoe beter. Je bord dreef van de jus. Ach, kom. Wat, ach, kom? Ik krijg van alles de schuld. Op de zaak doe ik niks goed. Thuis stop ik je vol met vet. Als er niets aan me deugt, wat moet je dan nog van me? Ga maar alleen wonen. Heb je ook geen last meer van me. Bak zelf je vis maar in de olie. Ik ben bij het desactiecentrum geweest. Oh. En? Ja, wel goed om verhalen te horen van lotgenoten. Maar ze zien geloof ik erg weinig geheel in het proces. We moeten zeker weten wie die fabrikant is. Ja, dat zei je al. Ga je nog aan je moeder vragen of zij iets weet? De gynaecologe hier zei dat het niet te bewijzen is dat mijn ziekte in verband staat met Des. Nee, maar de voorfase van baarmoederhalskanker komt veel vaker bij Des-dochters voor dan bij andere vrouwen. Dat is statistisch bewezen. En geldt het dan ook voor de ziekte zelf? Moet haast wel. Ik ga het aan die andere gynaecologe vragen. Die zie ik morgen. Je wilt het echt doorzetten. Ik ben behoorlijk geschrokken van die uitbarsting. Er is ineens van alles mis met ons. Is dat een verrassing voor u? Ja, eigenlijk wel, ja. Heeft u nooit eens met uw vrouw over uw relatie gehad? Nee. Dat doe je toch niet als je 26 jaar getrouwd bent? Hoe lang zijn de kinderen al de deur uit? 6 jaar. Ja, 6 jaar.
In die 6 jaar heeft u nooit het gevoel gehad dat er iets mis was? Ik denk dat het zo gaat. Na 26 jaar raak je toch een keer uitgekeken op elkaar. Heeft geen enkele intimiteit meer met uw vrouw? Nee. En dat mist u niet? Het is niet anders. We hebben het gehad. Daar bent u tevreden mee? Ik heb ook een patiënte met depressieve gevoelens na operatie. Zware operatie? Nee, niet eens. Het was een kleine ingreep. Ik heb haar al een tijdje in therapie en de eigenwaarde was net een beetje gestegen. Maar het is nu helemaal weg. Ja, een operatie wordt vaak als een trauma ervaren. Die patiënten van mij wilden ook meteen stoppen met de therapie. Ik denk erover om haar de operatie te laten herbeleven onder hypnose. Ja? Mam, wat doe jij hier? Ik wil even met je praten. Kan het nu? Ja, tuurlijk. Ga zitten. Wil je iets drinken? Nee. Nee, dank je. Ingrid. Ik moet er de hele dag aan denken. Ik vind het heel erg dat je door mijn schuld geen kinderen meer kunt krijgen. Waarom heb je dan al die jaren niets tegen me gezegd? Na je eerste miskraam werd ik zo bang dat ik het niet meer durfde te vertellen. Heb je nooit geweten dat er allerlei schadelijke stoffen voor ongeboren baby's zijn? Jawel. Maar des was nou juist om een miskraam te voorkomen. En het kwam niet in mijn hoofd op dat het schadelijk kon zijn. En je moet je voorstellen, Ingrid. Ik wilde jou zo dolgraag. En het was al een paar keer misgegaan. Ik wist het niet. Echt niet. En papa ook niet. Er was niets bekend over Des. Ja, duizenden vrouwen konden ineens wel kinderen krijgen. Iedereen was blij dat het middel er was. Geloof je wel, mam. Maar je had het me moeten vertellen. Ja. Het lijkt me goed dat u beiden eens uitspreekt wat u dwars zit. Ja. Nou, het werk natuurlijk. Het is alleen maar werk. Daarnaast is er niets. En dat geeft me een leeg gevoel. Als ik een leeg gevoel heb, dan eet ik iets. Dan is het zo over. Ik heb genoeg van die rotgeintjes van jou. Ze kan niets hebben. Van jou niet, nee. Vertel me eens hoe je normaal tegen me doet. Gaat dat altijd zo? Altijd. En we zien elkaar nooit. Heeft u er ooit wel eens aan gedacht om een nieuwe start te maken? Maar wat bedoelt u met nieuwe start? Hoe doe je dat? Ja, dat kan alleen maar als u beiden iets wil veranderen. Dat wil ik best. Dan zult u ook wat meer aandacht aan elkaar moeten besteden. Hij is vergeten hoe dat moet. Je overdrijft. Oh ja? Ja. Je weet alles beter. Je hebt zelfs wat te zeuren als ik vakken sta te vullen. Ja, ik moet natuurlijk wel een bedrijf leiden. Thuis ook? Thuis ben ik anders. Dat denk je maar. Thuis ben je ook een bedrijfsleider. Als jij er nog steeds niet aan gewend bent dat ik die positie heb... Ik wil er niet aan wennen. Ik wil nog een leven naast alleen maar vakken vullen. Ja, moet ik dan soms mijn baan opzeggen? Jij bent met je werk getrouwd en niet met mij. En daarom vertrek ik. Hoe vertrek ik? Ik neem ontslag. Niet alleen op de zaak... Maar ook thuis. Ik ga voorlopig bij Tine wonen.
Probeer terug te gaan naar de operatiekamer. Je ziet de dokter. De anesthesist. Je krijgt de narcose toegediend. En je zakt langzaam weg. Je wordt heel zwaar. Je slaapt. Zie je de artsen? Hoor je ze praten? Stemmen. Van wie zijn die stemmen? De artsen. De chirurg. En wat zeggen ze? Weet ik niet. Rustig ademen. En luister naar wat ze zeggen. De chirurg. Wat zegt de chirurg? Je zou wat aan die paardenkop moeten veranderen in plaats van aan die borsten. Hou je een beetje in, wil je? Wie zegt dat? De andere dokter. Wat zeggen ze nog meer? Ze is toch een hopeloos geval. Toch een hopeloos geval. Ja, die appendix die kun je wel alleen doen. Dan doen we daarna mevrouw Opland samen. Ja, sorry. Mag ik even? Ik zit met een probleem. Ja? Een patiënt, mevrouw Sijp. Na de neusseptumcorrectie is er een depressie geraakt en ze wilde ineens stoppen met de therapie. Wat hebben wij daarmee te maken? Omdat ik wilde weten wat haar precies dwars had, heb ik haar onder hypnose gebracht. En daarin vertelde ze dat er tijdens de operatie gesproken was over die paardenkop. Heeft een van jullie dat misschien gezegd over mevrouw Sijp? Heeft ze dat gehoord? Dat geloof ik niet. Heb jij het haar verteld, Lisa? Nee, ik heb je toch gewaarschuwd. Heb je ook gezegd dat ze een hopeloos geval is? Ja, ze wil grotere borsten en dat is helemaal niet nodig. Dit neem ik heel hoog op. Je had moeten weten dat je op je woorden moet passen tijdens een operatie. Zeker met een lichte narcose. Ik heb het er recht in haar gezicht gezegd. Die borsten zien er prima uit. Ook dat ze een paardenkop heeft en een hopeloos geval is? Toeval dat ze dat gehoord heeft. Je moet niet over patiënten praten als je ze opereert. Is het mijn schuld dat die vrouw depressief is? Nee, maar je hebt er wel aan meegeholpen. Hysterisch mens. Mariel? Nee, dat vrouwtje Sijp. Jaap, ik heb echt alles geprobeerd om haar terug te vinden. Ja. Er is een politiebericht op televisie geweest, ja. Jaap, het is al 3 weken geleden. Hoe... Hallo? Hallo? Wat zei Jaap? Hij reageerde zo raar. Hij deed vreemd. Hij is geschrokken natuurlijk. Nee, eigenlijk niet. Hij was niet eens boos. Hij vroeg alleen maar of we de politie al ingeschakeld hadden. Ja? En verder? Dat ze nog wel terug zou komen. Er liepen zoveel kinderen weg. En dat ik me maar niet al te ongerust moest maken. En toen... Het was net of ik het stemmetje van Vera hoorde. Het is al 6 uur. Wat? Oh, we moeten nog iets van 12 patiënten. Ik ben bij de gynaecoloog geweest.
hetzelfde gezicht als Liesbeth. Zo een paar dagen vrij nemen. Even met z'n tweetjes ertussenuit. Ik moet mijn proces voorbereiden. Kun je dat niet even van je afzetten? Ja, ja. Nou, is goed dat ik het weet. Ja. Oké, dag Linda. Nou, dat kan er ook nog wel bij. Wat? Ik hoor net dat Linda gaat hertrouwen. Ze verhuist met de kinderen naar het buitenland. Waar naartoe? Interesseert me niet. Ik begrijp nog steeds niet waarom jij je vak opgeeft. Ach, internisten genoeg. Ze staan in de rij. Jij doet het niet om plaats te maken voor een ander. Geloof me, Dick, het is beter zo. Voor jou misschien. Wij zitten ermee. Hé, ik heb al mijn patiënten overgedragen. Veel succes verder. Ik vond het prettig met je samen te werken. Hé, wacht eens even. Zo kom je niet van me af. Ja, het spijt me ook dat ik het zo moet doen. Moet doen? Van wie? Nou, voor mezelf. Heb je ander werk? Nee. Sta je dus op straat?